Vul je inloggegevens alleen in als jij zeker weet dat dat veilig is. Vaak krijg je mailtjes of sms'jes waarin gevraagd wordt om even in te loggen omdat je een pakketje moet ophalen of omdat de bank belangrijke gegevens van je nodig heeft. Zorg dat je niet in paniek raakt en nog zomaar op dingen gaat klikken. Denk eerst even na. Oké, iemand wil jouw inloggegevens hebben of iemand wil dat jij inlogt. Ga naar de officiële instantie, dus typ het adres van je bank of van het postbedrijf in om bij de website te komen. En als je dan moet inloggen, kan je daar je gegevens invoeren.